Heel hard in. Ja. Oh, hey. Hallo. Welkom. Ik ben professor Lamaraal. En dit is mijn laboratorium. Ja. En ik ben een onderzoeker. Op weg en altijd op zoek naar nieuwe ideeën die ik kan onderzoeken. Ja, ja, zo is het. Het is niet anders. Ja. Ja, weet je, ik zit nog in mijn hoofd met allemaal ideeën. Dus misschien wil je even rondkijken. Dat zou ik best leuk vinden. Denk ik wel. Ja. Dus als ik nou zo doe. En misschien zo. Ja, oh, hey, heb je dat plastic misschien al gezien? Zo'n mooi materiaal. Ja. Trouwens, duurt het nog lang? Want ik heb nog zoveel te vertellen. Ja. Ik denk. Daar ben je alweer. Ik heb namelijk een nieuw onderwerp: afval. Er is zoveel van en zoveel soorten. Neem bijvoorbeeld zwerfafval. Hier, kijk. Rietjes, blikjes, flesjes, papier en peukjes. Die vind ik echt het allerergst. Ja. En terwijl ik bezig was, toen kreeg ik ideeën. Een visioen gewoon. Oh, een droom is het. De Hoekse Waard. Het eerste afvalvrije eiland van Nederland. Geweldig toch? Ja. En weet je, dat kan je natuurlijk niet alleen doen, hè? Nee. Nee, dus ik dacht, ik heb jullie hulp nodig. Ja, willen jullie me helpen? Dat zou geweldig zijn. Ja, even praktisch. Ik dacht, wij gaan alle scholen van de Hoekse Waard afvalvrij maken. Het lijkt me zo leuk. En trots, hè. Trots zou ik ook zijn. Ja. Dus ja, ik ga jullie alles vertellen over afval. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we nadenken met elkaar. Over hoe we dingen kunnen oplossen. Ja. Dat is het. Ik ga nog even verder, want er zijn nog een aantal dingen die me niet helemaal lekker zitten. Dus tot ziens. Ja. Mm-hmm. Vroeger was je wereld een stuk kleiner. Je kocht wat je nodig had, dichtbij in de buurt. Vaak gemaakt door vakmensen uit je dorp. Voor spullen die je wilde kopen of wilde laten repareren, was het een beroep of een winkel. Rond 1870 kwam daar verandering in. Met de uitvinding van de stoommachine en de elektriciteit kwam de industriële revolutie op gang. Machines konden zonder menskracht worden aangedreven. Het werk voor de arbeiders werd veel makkelijker. Er konden meer producten worden gemaakt in een kortere tijd. Kijk, hier zie je fabrieken uit de Hoekse Waard. Arbeiders kregen een vast loon, waardoor ze meer konden kopen. En mensen wilden steeds meer spullen. Huishoudartikelen, wasmachines, speelgoed, noem maar op. En ja, hoe meer je produceert en gebruikt, hoe meer afval er overblijft. We zijn aangekomen in 1960. Welkom in de wegwerpmaatschappij. We gooien heel wat op een hoop, met z'n allen. 14 miljoen Nederlanders leveren jaarlijks 5 miljoen ton huisvuil. Dat is de man zo'n 300 kilo, waarvan een deel nog altijd terechtkomt op de vuilnisbelt even buiten dorp of stad. Ontsiering van het landschap, stankoverlast en andere narigheden kunnen worden voorkomen door het afval gecontroleerd te starten. Ons huisvuil wordt dan, op speciaal uitgekozen terreinen, door bulldozers platgereden en elke laag van 2 meter wordt piekfijn afgedekt met een 20 centimeter dikke zandlaag. Geen gevaar voor brand, geen kwalijk riekende luchtjes, geen ongedierte. Het terrein is trouwens, volgestort, uitstekend bruikbaar voor recreatie. Zand erover? Het klinkt als een goede oplossing, maar nee. Het afval wordt afgesloten en blijft er voor eeuwig in de grond zitten. Dat is slecht voor het milieu. Gelukkig doen we het inmiddels anders. We gooien niets meer op een grote hoop. Maar we scheiden het afval voor hergebruik. Recycling noem je dat. Hier in Hoekse Waard wordt het huisvuil opgehaald door onze regionale afvaldienst, de RD Hoekse Waard. Ze komen niet zomaar alles ophalen. Thuis beginnen we al met afval te scheiden. Hier zie je alle verschillende bakken. Laten we de verschillende soorten afval die je kan scheiden eens aflopen. PMD staat voor plastic, metaal en drinkpakken. Die worden in de groene vuilniszakken opgehaald aan de straat. Al dit afval wordt weer opnieuw gebruikt
om verpakkingsmaterialen van te maken. In de groene container mogen etensresten, maar ook snoeiafval wanneer je tuin doet. Van al ons groenafval wordt compost gemaakt. Dat is voedzame aarde. Die kan je tussen je planten doen, daar groeien ze goed op. 1 keer per jaar kan je dat gratis ophalen bij de RAD. Papier en karton gaat in de zwarte container met de gele deksel. Maar het oud papier wordt ook wel eens opgehaald door verenigingen of je kan het daar brengen en zelfs soms bij school. Van het ingezamelde papier wordt bijvoorbeeld krantenpapier gemaakt, maar ook de binnenkant van je wc-rol. Allerlei soorten glas gaat naar de glasbak. Daar sorteer je op kleur. Oh, zo'n mooi geluid als het erin valt. Ik doe het zo graag. En van dat oude glas wordt weer nieuw glas gemaakt. In ieder dorp staan wel textielcontainers. Je oude kleding wordt geselecteerd en als het nog goed is, weer gedragen of er worden nieuwe producten van gemaakt. Je ziet het, als je je afval goed scheidt, dan wordt er weer een nieuw product van gemaakt. Het afval krijgt dan een nieuwe bestemming. Dus daarom is afvalscheiden zo belangrijk. Slim, hè? Alles wat we niet kunnen scheiden, noemen we restafval. Bijvoorbeeld een product waar papier en plastic aan elkaar geplakt zitten. Die kan je niet meer scheiden. Thuis verzamel je dit afval in een grijze container. Dit afval wordt door de RAD naar de vuilverbranding gebracht in de Rotterdamse haven. Alles wat niet gescheiden is, wordt verbrand. Jammer, hè? Gelukkig wordt het verbrandingsproces omgezet in elektriciteit, die we thuis gebruiken om het licht te laten branden. Op die manier wordt het afval in ieder geval nog nuttig gebruikt. In het volgende filmpje zie je de vuilverbranding. Dag in dag uit ontvangen en verwerken we allerlei soorten restafval vanuit Nederland en het buitenland. Al die tonnen afval vormen een probleem voor de samenleving. Maar gelukkig biedt verbranden daarvoor een nuttige oplossing. Als energieproducent spelen we voortdurend in op de wisselende vraag naar energie. Zo maken we in de zomer meer elektriciteit en in de winter meer warmte. Dat maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. AVR. Too good to waste. De RAD heeft ook een plek waar je zelf afval naartoe kunt brengen, die niet in een container past of hoort. Kom mee, dan maken we even een wandeling door de Milieustraat. Daar zijn verschillende bakken voor allerlei soorten afval, waarvan veel wordt gerecycled. Jeetje, wat een verhaal eigenlijk, hè? Ik krijg er trek van. Ik ga even wat eten. Zouden jullie voor mij willen kijken waar al dat afval naartoe moet?